Het Streektalent is de talentenjacht van RN7 waar we op zoek gaan naar de beste singer-songwriter uit de regio. 6 geselecteerde kandidaten krijgen ieder 48 uur om een lied te schrijven en te componeren. En daarbij hoort ook een opdracht die in het lied verwerkt zou moeten worden. De winnaar van vanavond is bij ons aanwezig, maar we kijken eerst naar de hoogtepunten van het Streektalent. Jij gaat bekendmaken wie het wordt. Anouk. In de talentenjacht van RN7, het Streektalent, hebben 6 singer-songwriters meegedaan in de strijd om de titel Streektalent van 2018. Deelnemer Florence van Breukelen maakt sinds haar 9e jaar al muziek en speelt gitaar en piano. In de finale zong zij haar nummer This Is My Dream en nam het onder andere op tegen mede-finalist Anouk Balins. Ja, zo zing ik elke dag. Ik breng een traan, ik breng een lach. Anouk is een moderne troubadour. Dat houdt in dat ze voornamelijk covers speelt op bijvoorbeeld bruiloften. In de finale zong zij haar nummer Stefan en werd uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar van het Streektalent door een vakjury. Dus dan zeg ik in gedachten. Bij ons zijn inmiddels 2 deelnemers van het Streektalent aangeschoven, waaronder de winnaar Anouk Balins en de kandidaat Florence van Breukelen. Welkom allebei. Anouk, om met jou te beginnen. Je bent de winnaar. Ja. Hoe heb je het ervaren? Ja, geweldig. Ik vond het sowieso heel leuk om zo binnen 48 uur een lied te moeten schrijven, naar aanleiding van een opdracht. Dus dat was al een hele uitdaging. En ja, ik vond het een hele leuke ervaring. Je had heel veel ideeën. Ontzettend veel. In het Engels, in het Nederlands, ja. Over John Lennon. Ja. Uiteindelijk heb je een heel bijzonder verhaal gekozen. Ja. Kan je het nog heel even vertellen? Ja, het lied gaat er uiteindelijk over op het moment dat ik besefte van dit wil ik ook. Dat was toen ik 13 was en op een ponykamp was. En bij het kampvuur zong Stefan met gitaar leuke kampvuurliedjes. En ik dacht, hey, dit wil ik ook. Dus hij heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat ik een gitaar ging kopen toen ik weer terug was van het kamp. En dat heeft er uiteindelijk jaren later toe geleid dat ik nou van muziek mijn vak heb kunnen maken. En je hebt Stefan gevonden, hè? En ik heb Stefan ook nog weer hervonden, inderdaad. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja. Hij heeft het liedje gehoord. Wat was zijn reactie? Ja, hij vindt het ook heel leuk. Hij is wel gevleid ook en zijn verhaal is dan uiteindelijk een beetje. Hij heeft het niet makkelijk gehad de laatste jaren. En hij vond het wel heel leuk om te merken dat zijn muziek ook bij mij is door blijven gaan. Of dat zijn muzikale testament, zijn erfenis, ook op mij over is gedragen. Dus ja. Dat was heel leuk. Je gaat het straks spelen. Ja. Anouk, jij was ook kandidaat. Ik was Florence. Florence. Goed, het gaat goed. Florence, jij was ook kandidaat. Ja, klopt. Hoe heb jij het Streektalent ervaren? Ja, ik vond het in het begin heel erg spannend. Vooral toen jullie voor het eerst kwamen. Toen, het was voor mij allemaal heel nieuw en onbekend. En uiteindelijk vond ik het echt wel heel erg leuk om mee te doen. En ook de finale was ook echt een hele leuke dag voor mij. En ook het nummer ben ik hartstikke blij mee. Dus hele leuke ervaring. Wat was voor jullie de reden om mee te doen? Voor jou bijvoorbeeld? Ik zag het langskomen en ik had eigenlijk gewoon een keer zin in weer in een nieuwe uitdaging. En de videoclip maken en nummer opnemen, dat zag ik als een hele leuke prijs. En ja, natuurlijk hou je dat voor ogen en denk je van dat zou heel leuk zijn als je dat zou winnen. Dus dat was wel een stimulans om mee te doen. En voor jou? Ja, ik ben wel zo van wat ik langs zie komen, wat bij mij past. Daar schrijf ik op in. Die kansen die langskomen, die moet je grijpen. En ja... Het is goed uitgepakt. Ja, het is geworden wat je ervan verwacht had. Ja, meer zelfs. Ik was al heel blij met mijn lied. Dus dat was al een winning. Hoe noem je dat nou? Een overwinning. En dat ik nou de wedstrijd heb mogen winnen. Dat is natuurlijk de kers op de taart. Extra speciaal. Ja. En een videoclip. En een videoclip. Hartstikke leuk. Ja. Florence. Ja. Vertel eens. Waar gaat jouw liedje over? Het liedje begon eigenlijk vanuit het idee dat ik best wel vaak onzeker ben over mezelf. En dat als ik iets heel graag wil, dat ik denk dat ik het niet kan. En daar begon het nummer ook eigenlijk mee. Omdat anderen dat ook dan vaak
denk ik dat ze dat denken. En toen eigenlijk wilde ik een soort van plot erin maken van... ja, maar ik moet wel voor ogen houden dat als ik het graag wil... dat ik het gewoon moet gaan proberen en dan zie ik wel wat eruit komt. Het is eigenlijk een soort van power nummer waar ik een soort van kracht uit kan halen. Ja. Ja, je hebt je gitaar er al bij staan. Ik zou zeggen, pak hem erbij en laat even een stukje horen. Ja. This is my dream heet het, hè? Ja, yeah, this is my dream. You'll never be who you wanna be. Dreams are for the night. Please wake up, you will never succeed. You're not good enough. And there were times I honestly believed it, but time can change and so can I. This is my dream, and someday I can say I was right. And you were wrong. Oh, can't you see? I'm standing here feeling free. Open eyes, and it's not some delusion at night. And damn if in my dream no one takes that away. And damn never get regrets, 'cause this is my dream. Oh, 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 oh. Heel mooi, dankjewel. Ja, bedankt. Ja, helaas net niet gewonnen. Ja, maar Anouk wel, gelukkig. Anouk wel. Ja, nou, laten we dan ook maar gaan even gaan luisteren naar het winnende nummer, toch? Ja. Ja, is goed. Ik zou zeggen, neem plaats op het podium en steeds is yours. Ga ik doen. Veel plezier. Anouk Balens. Bye.
heb, ja, ik heb mijn weg gevonden. Nee, dit gaat nooit meer stuk. En ik was nooit zo ver gekomen zonder dat kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten, bedankt Stefan. We'll be right back.